Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes nummer 1131 met een uitzending voor vandaag 10 november 2017. Dit is het bulletin van vrijdag. Vandaag waarschijnlijk een korte uitzending met in elk geval twee nieuwsberichten. De site ARRL.org gaat in op het orkaanseizoen van dit jaar met in totaal 5 hurricanes, waarvan 2 in de zwaarste categorieën. De orkanen hielden een huis op de Antillen, Puerto Rico, Dominica en de zuidelijke staten in de VS, terwijl tropische orkanen tot in Ierland en het Verenigd Koninkrijk voor problemen zorgden. In totaal verloren daarbij meer dan 260 mensen het leven. Los van alle schade en ellende voor de mensen die dit overkwam, heeft dit alles ook de rol van zendamateurs bij het helpen bij dit soort calamiteiten flink in de publiciteit gezet. Met name door wat secretaris-generaal van de Caribische Telecommunicatie-Unie, Bernadette Lewis, hierover in het openbaar heeft gezegd. Zij omschreef de zendamateurs als een rotsen ondergrond van ononderbroken communicatie. Het gaat momenteel heel hard met de nieuwe middengolfvergunningen. Hoor ik deze week van een PA3 in Lunteren die een 1 watt vergunning heeft. Nieuwe vergunningen voor 100 watt zijn er sinds deze week voor bijvoorbeeld de plaats Baarn, hier vlakbij dus, op 675 kHz en eentje op 1224 kHz in Gasselte-Nijveen. Gaan we nu verder met het onderwerp over propagatie. Vergeet niet de late uitzending van de Daily Minutes vanavond om 10:30 op PI3 UTR. Bij de korte golfcondities waren we gebleven bij de variaties tussen de seizoenen. De hoogste frequentie rond het middaguur wordt doorgaans gereflecteerd op de punten waar de aarde zich in het midden tussen zomer en winter bevindt. Dat is dus in de maanden maart en september. Wat gisteren in mijn verhaal niet helemaal uit de verf kwam, was dat in de zomer de frequenties die gereflecteerd worden rond het middaguur het hoogst zijn. Althans, dat is in het zonnevlekken minimum. In het zonnevlekken maximum zijn het juist de wintermaanden waar de hoogste frequentiebanden nog worden gereflecteerd. Ook met de breedtegraad varieert de propagatie, zoals ik gisteren al zei. Het maakt uit of je dichter bij de pool zit of dichter bij de evenaar. Hoe noordelijker je zit, hoe meer de zon de ionosfeer onder een invalshoek raakt. Dus overdag zul je zien dat er zich rond de evenaar veel meer vrije elektronen bevinden dan aan de polen. In de voorgaande dagen ging het ook over de levensduur van de vrije elektronen. Toen werd gesteld dat die vrije elektronen in de E-laag slechts 20 seconden blijven bestaan voordat ze opnieuw combineren met een ion om er een neutraal atoom of molecuul van te maken. In de F1-laag is dat 1 minuut en in de F2-laag is dat 20 minuten. De oplettende luisteraar heeft misschien gedacht, hoe kan het dan toch dat die F2-laag 's nachts zonder zonlicht gewoon nog steeds bestaat? Die vrije elektronen hadden natuurlijk al lang verdwenen moeten zijn. Nou ja, ja. En nee, hoog in de atmosfeer is de lucht bijzonder ijl en er heersen heel andere omstandigheden dan hier. Het waait in die bovenste lagen bijzonder hard, zodanig dat die vrije elektronen in het door de zon verlichte deel van de aarde binnen 20 minuten van die levensduur van de F2-laag terecht kunnen komen aan de donkere kant van de aarde. En dat is dus wat er op grote schaal gebeurt en waarom er ook aan de donkere kant van de aarde 24 uur per dag een F2-laag aanwezig blijft. Het propagatieonderwerp ging gisteren onder andere over de verschillen in breedtegraad en dat de maximale ionisatie zich rond de evenaar bevindt. Dit laatste is overigens maar ten dele juist. Er bevinden zich 2 maxima, elk zo'n 15 tot 20 graden noordelijk en zuidelijk vanaf de evenaar. Exact bij de evenaar is de maximaal bruikbare frequentie hierdoor overdag dus lager dan bij die maxima noordelijker en zuidelijker. De stations die daar last van hebben zitten overigens niet noodzakelijkerwijs bij de evenaar. Het zijn de stations van wie het signaal gereflecteerd wordt in de buurt van de evenaar. Ook 's nachts is er een strook waar de ionisatie duidelijk minder is. Dat is tijdens de donkere uren bij een breedtegraad van 60 graden. Behalve zo'n variatie over de seizoenen, breedtegraden, elfjaarlijkse zonnevlekkencyclus, is er dus ook een variatie over het etmaal gezien. Gereflecteerde frequenties liggen overdag een stuk hoger dan 's nachts. Het maximum ligt ruwweg gezegd wanneer de zon het hoogst staat. Gedurende de nacht zakt de maximale frequentie geleidelijk aan ook nog enigszins tot aan het moment dat de zon dus weer opkomt. Het gaat hier dan om de werking van de F-laag, die 24 uur lang aanwezig is. De D-laag varieert overigens ook. Daar gaan we morgen op in. Zoals vrijdag al aangekondigd gaat het dit keer over de variaties in de absorberende D-laag, nadat het de afgelopen keren over variaties in de reflecterende E- en F-lagen ging. Allereerst is er de al genoemde invloed van zonnevlammen op de D-laag die de absorptie sterk kan doen toenemen. Waar die absorptie het afzwakken van signalen door de D-laag extreem groot is, tijdens zo'n zonneuitbarsting dempt de D-laag sowieso voortdurend. Die absorptie die zorgt dus voor de veel kortere afstanden op de lage korte golfbanden, zoals 80 en 40 meter, ten opzichte van de hogere banden vanaf 14 MHz. Die absorptie is dus om te beginnen veel groter bij het zonnevlekken maximum dan bij het minimum. Ook in de zomer is de demping van signalen door de D-laag groter dan in de winter.
Hierdoor heb je op de lagere korte golfbanden dus zomers meer zendvermogen nodig dan 's winters. Verder is de demping midden op de dag het grootst en 's nachts het kleinst. Ook bij deze absorptie, de demping in de D-laag dus, maakt het uit of je nabij een van de polen bevindt of nabij de evenaar. Ook hier levert het meeste zonlicht op een zeker moment of een zekere plaats de meeste demping op. Anders dus dan bij de afbuiging van signalen, die ingewikkelder was dan alleen te reageren op het meeste zonlicht. Zoals gezegd, de hoogst bruikbare frequentie is overdag niet bij de evenaar, het grootst, maar bij zo'n 15 tot 20 graden ten noorden en zuiden daarvan. En 's nachts is er een band op 60 graden noorden en zuiden breedte, waar de maximale gereflecteerde de frequentie sterk in elkaar kukelt. Eigenlijk is het vrij eenvoudig. Het is altijd het best om een zo hoog mogelijke frequentie te kiezen die nog werkt. Je hebt dan te maken met de F-laag die de grootste afstanden garandeert bij de hoogste frequentie. En je hebt de minste last van de absorberende D-laag, dus de minste demping. Het ingewikkelde daaraan is alleen dat die hoogst bruikbare frequentie dus telkens varieert en dat je misschien ook wel eens tegen een lagere E-laag wilt reflecteren, omdat de skipafstand daarvan korter is. Tot zover de propagatierubriek voor vandaag. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzending www.pa0ete.nl. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes komt tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. En microfoon naar retour.